Welkom bij Voetbalomgeving TV. Vandaag een filmpje over balgevoel. En dan met name de voorkant, de binnenkant en de buitenkant van de voet. We raken de bal iedere pas met de voorkant, de veters, van de voet. De punt van het dribbelbeen wijst naar beneden. Een standbeen staat naast de bal. Combinatie maken binnen- en buitenkant. Met rechts, eerst binnenkant en dan buitenkant voet, gevolgd door links, binnen- en buitenkant. Nu maken we de combinatie tussen de voorkant, de binnen- en de buitenkant van de voet. Bijvoorbeeld twee keer met de voorkant, één keer met de binnenkant en één keer met de buitenkant. Vergeet niet allebei de benen te trainen. Nu de voetzool erbij. De voorkant, de voetzool en weer voorwaarts in beweging meenemen van de bal. Tot slot nemen we de bal mee in zijwaartse richting. En zo heb je geleerd om met de onderkant van de voet, de voor, de binnen en de buitenkant, de bal in alle richtingen mee te nemen. Hoe vaak lukt jou dit? In één minuut?